Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Zebra Gaming en vandaag ga ik terug Driving Simulator spelen. Deze game is nog in beta, dus er kunnen wel een paar bugs in zitten. Maar ik vind het altijd wel een goede game voor een beta te zijn. De game is nu nog aan het laden. Voilà, de Chevrolet. Die spannen we in. Maar wat gaan we doen? Denk deze race. Ik ga beginnen. Oké, en hier zijn we terug aan het racen. Die bocht. Dat is de rijk tweede voor onze game. Gaat ook niet kloppen. Nee, het kan kloppen, hè, maar... Te snel die snelle wagen zit tweede rijden. Dit niet snel gebeuren. Wel, het was echt wel echt weer een mooie. Ah, ik crash, fuck. Voilà. Volgens mij is die honderd in de crash. En ik ben derde. Voilà. Ga ik er even een ander reizen, want anders is dat ook niet leuk, hè. Ik ga de Area 51 pakken. Dus dat is een kort baantje. Wel een leuk baantje. Ik ben ook helemaal verkeerd aan het rijden. Oh, dat was een fail, maar goed.
we zijn op Area 51. En natuurlijk is hier niemand. Trouwens, sorry voor die lange stilte. Maar ik moest even iets kleins regelen. Kijk maar niet af als ik hieruit stap. Dus ik dacht al, hier kan ik het niet in. Dus ja, dat wordt dus geen Area 51 race. Dat is duidelijk. Oh, maar daar zijn ze precies op te wachten. Voor in met de racer. Yes, we gaan er al iets doen. Oké, okay, cool dat ik tweede kan worden. Die Beetle ben ik sowieso van. Dingen, dat weet ik niet zeker, die een Mercedes. And here you go. Ja joh, Mercedes trekt zo weg. Dat kan ik niet geloven. Ik wou de Mercedes goed bij. Kijk, ik zie hem zelfs nog op de map. Dus ik kwam wel goed bij. Oh, is hij gecrashed? Ja, is hij gecrashed, is hij gecrashed, is hij gecrashed. Is hij weer al gecrashed? Kom op. Ah, dammit. Hij trekt gewoon weg, omdat hij meer speed heeft. Dus ik ga sowieso tweede worden. Dus dat hij nu weer al een zware crash doet. Wat hij doet. Dat is voor de finish ook zo. Oh my god. Hij heeft gewoon een shortcut genomen. No fucking way, oké. En ik ga into the mountains pakken. Die zijn ze aan het racen. Ik ben benieuwd voor de Frenzy Race. Heb jij die al geraced? Nee, hè? Juist, dat was deze race. Ik heb die wel al geraced, maar ja, ik denk niet op de video. Volgens mij ga ik eerst te worden. Jeet.
Voilà. Ik heb de race gewonnen. Joehoed. Welke race ga ik nu doen? Nu dit jaar moet ik wel race doen. Around the world zeker. Och, race in progress. Oké, race in progress. Then we wait. denk trouwens dat ik toch voor die dingen ga. Hoe noemt dat daar? De Lambo. Die is beter qua dingen, dacht ik. Even nog een keer kijken. Kijk, de Lambo heeft betere handleiding. Dan, oké, de brakes zijn wel wat minder, maar de handleiding is veel belangrijker, vind ik dan. Oh, de race gaat beginnen. Dus ik denk dat ik toch voor de Lambo ga gaan. Gezien wat jullie in de chat gaan zetten, dat moet ik nog een keer bekijken. Ik zal wel onder deze video misschien proberen zetten. Tegen jullie deze video zien, heb ik waarschijnlijk al lang die een andere wagen gekocht. La Ferrari. Op zich gaat het echt nog wel goed hoor. De race. Ik sta nu derde. Derde, ja. Ik sta nu derde. Alleen die dingen moeten nog even nagekeken worden voor deze game. Die plaatsen op de rest. Op deze game heb ik echt wel mee kijken of dit een shortcut is. Eerste zegt wel. Voilà. Goed gaas geven. Oeh, is hier de La Ferrari die gecrashed? Het moet zo zot zijn als hij gecrashed was. Hier gaan we en we worden derde. Goeie wagens tussen nu. Nee, ik ga misschien nog één race doen. Zien op de Area 51? Nee, er zit niemand. Ik moet even snel zijn, want ik zie is hier waarschijnlijk. Zo zijn dat race aan doen. De Frenzy race. Oh, die ben ik mijn gemak. Ja, oké, dit wordt leuk. De Frenzy race. Dit wordt dan ook wel de laatste race. 2, 1, here we go. Yeah,
Ik zou net voor de finish wachten. Oh mijn god. En dan eindigen we de video. Ja, hier ga ik dus de video eindigen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Voilà, die is tweede geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Er komt sowieso tegen dan heb ik die video waarschijnlijk al lang gezien. De video online met de vraag of ik de Porsche of de Ferrari moet pakken. Tegen dan hebben jullie deze video al lang gezien. En waarschijnlijk ga ik de Porsche Ferrari, is dat nu Porsche of Lamborghini? En waarschijnlijk ga ik de Lamborghini pakken. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet zeker niet te liken. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet niet op het knopje abonneer te klikken. Het is gratis, dus is ook niet veel moeite. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En ja, dat was zo'n beetje. Hè. Bedankt sowieso voor jullie aandacht. En dan zou ik zeggen, daag!